Je hebt helden, sterren, idolen. En je hebt alve sterrentochtrieders. Dat laatste dat is waarschijnlijk het heeste dat in Friesland hellig is. In 100 jaar tijd had de alve sterrentocht hem ontwikkelen van een gewoon lange reetriderstocht naar het meest massale, meest bekende, zelfs mythische evenement in de provincie. Over een alve sterrentocht wordt jarenlang nijpraat. En alle deelnemers kunnen rekken op grote sympathie en bewondering. De populariteit van het reetrieden had vanzelfs te krijgen met de mooie winterse longskippen die erbij waren. Maar ook de sociale betjutting van het reetrieden is groot. Want op het ijs is elke in gelijk en vervallen de verschillen tussen erm en riek, tussen links en rechts. Boven dat luidt het ijs er in de winter. En dat is krijg de tijd van het jaar dat de meesten binnen zitten en elkaar net vallen treffen. Dus, als er ijs komt, is het feest in Friesland. Carnaval in het noorden. Op oude, zontjende-eeuwse schilderijen van de Hollandse meesters kist al de prachtigste wintergezichten zien, met grote kloften meesken die het havenmuitje op het ijs. Jong en oud, heeg en leeg, man en vrouw, vermoeit je haar op de smelle ijzers. Reetrieden brengt meesken bijenwaar en schept een boon. Op redens is het gezellig, maar er is ook competitie. Waar is het heust of het mooist? Al in 1963 meldt de historische beschrijvingen van Friesland dat het zo nu en dan gebeuren koe dat goeie reetrieders op één dag alle alve steden bij Del rieden. En er binnen stoere verhalen bekend over barre winters met legendarische hutrieders in de 18e en de 19e eeuw. In 1909 wordt op initiatief van sportpromoter Pim Mulier van Wietmassum de eerste officiële alve sterrentocht houden. Deze tocht wordt georganiseerd door de Friese IJsbond. 23 reetrieders beginnen aan de tocht, 9 van haar halen de finish. De winnaar van deze allereerste echte alve sterrentocht is de jonge dominee Minne Hoekstra uit Wergie. Hij is haast 14 uur onderwijs om van Ljouwert naar Ljouwert te komen. 2 weken later richtte de jonge Ljouwerter advocaat Mindert Evert Hepkema te Gerre met wat compaan de vereniging De Friese Elf Steden op. De eerste alve sterrentocht die de vereniging uitschreeuwen kan is in 1912. Het wordt een wedstrijd en een toertocht. In totaal zullen er in de 20e eeuw 15 alve sterrentochten houden worden. De zwiste is die van 1963, die in dikke stoosneerbuien houden wordt. Bij de start vriest het 18 graden Celsius. En net meer dan 1% van de deelnemers halen de finish. De laatste tocht van de eeuw in 1990 is een stuk noffelijker. Winnaar Henk Angenent docht hem in haast precies de helft van de tijd als de eerste winnaar in 1990. Intussen had de alve sterrentocht een magische uitstraling gekregen met een fabelachtige zinsschrijf. Hoe de tocht van 1963 ruit je de meesten net uitpraat. Dat komt mooi omdat de televisie er wijdwijdig verslag van docht, zodat heel Nederland mooi genietje kan. Wat ik mooi spielend is, dat de meesten na 1963 liefst 22 jaar wachtje matten op de volgende editie, die van 1985. Ik dat draag bij aan de mythe. Nemen we het in voor wanneer het de volgende tocht rieden werken. En zo is de alve sterrentocht uitgroeid tot een super evenement. In 1997 stiert 250.000 man publiek langs het ijs. En net minder als 9 miljoen mensen zoeken het barren op televisie. Elementen als blikveert, battleheem, bonkeveert binnen rituelen in het ondergaan van de Friese wintersensatie. De alve sterrentocht is een beeldmerk worden van de provincie. Sint-Wurg is er haast geen sport of hij had zijn eigen alve sterrentocht. Fietsen, kuieren, roeien. Het kan alle langs dezelfde, dik 200 kilometer lange route.